We hebben nu heel even rust in de Formule 1, de zogenaamde herfstop. Maar daarna wordt het aanpoten als nooit tevoren. Een triple header, twee weken rust en vervolgens weer een triple header. Kan McLaren de sterke lijn voortzetten? Kunnen ze de leiding bij de constructeurs verstevigen? En kan misschien Lando Norris ook nog aanspraak maken op de titel bij de coureurs? Dat zal ook af te hangen zijn van wat Red Bull gaat brengen tijdens de eerste Grand Prix in Austin. Want als we helemaal Marken moeten geloven, heeft hij het al weken over de grote update die moet gaan komen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Mijn naam is Joris Mossendijk. En goed dat je kijkt naar een nieuwe video van Racing News 365. Ernest Knoors is ook weer van de partij. En in de eerste video hebben we uitgebreid stilgestaan bij de flexwings. De mini-DRS van McLaren en de reglementen anno nu. Wil je die video zien? Dat kan via ons kanaal of het linkje hierboven. Ernest, we gaan nu even iets meer in over natuurlijk de titelkansen in 2024. Misschien ook wel verder. De update van Red Bull. Maar ik denk dat we eerst even wat terug moeten in de tijd. Want we kunnen spreken van een structureel probleem bij Red Bull... Maar goed, dat moet ergens ontstaan. Kun je ons even iets mee, mee terug de tijd te nemen? Ja, ik denk dat het, het, het structurele red, het probleem bij Red Bull eigenlijk ligt aan, aan het personeel wat, uh, wat ze verliezen. Hè. En dan, uh, dan als je de lijst op gaat noemen, hè, begin bij Dan Fellows, en dat zijn alleen maar de highlights eigenlijk, de grote namen die weggegaan zijn. Maar Dan Fellows, uh, twee jaar geleden, Aston Martin, Rob Marshall, heel belangrijke personen in die organisatie naar... Klaren, uh, dan heb je Lee Stevenson, uh, hè, de, 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 een, eigenlijk meer een jongen van het operationele, dus een, een, een Chief Mechanic die naar uh, Sauber State gegaan is, uh, Jonathan Wheatley die daar uh, heen gaat als um, uh, Team Principal, dan Adrian Newey, um, en nu heel recent Will Courtney. En dat zijn allemaal mensen met een hele lange staat van dienst binnen dat team. Hè? Dus het, uh, dat zijn niet mensen die de afgelopen twee jaar binnen zijn gekomen en gelijk weer weggaan. Dat zijn eigenlijk mensen die vanaf Red Bull was vroeger Jaguar, dus in 2005 is dat Red Bull geworden. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die daar een, uh, ja, toch wel een hele lange staat van dienst hebben. En als je die weghaalt, en het zijn niet alleen die mensen, want zo iemand als een Adrian Newey als die weggaat, dan zal die altijd wel een paar mensen ook meenemen uh, die onder hem gewerkt hebben. Dus die leegloop in die technische en operationele uh, structuur die is best wel groot. En, en dat is uiteindelijk de reden waarom ja, zo'n team het lastig heeft. Um, en dan kan je je gaan afvragen, ja, waarom is die leegloop zo? Dat is altijd wel bij een team wat aan de top staat. Hè? Mensen gaan zich oriënteren, kunnen nog ergens anders heen. Er worden ook aan die mensen getrokken door andere teams. Dat had je bij Ferrari ook ja, financieel gezien. Hè? Ferrari, toen ze met Michel Schumacher heel dominant waren. Dan gaan mensen daar ook toch snel kijken wie ze daar kunnen halen om hun eigen team te versterken. Maar er zit ook, denk ik, een element in dat je het niet meer helemaal naar je zin hebt bij uh, dat team. En ik kan dat toch niet helemaal loszien van uh, de problemen en de perikelen die rond Christian Horner uh, zijn persoon uh, zijn geweest. En uh, ik denk dat hij daar uh, best wel eens kritisch naar zichzelf mag gaan kijken als hij daartoe in staat is. We hebben dadelijk alleen Christian Horner en Helmut Marco, dadelijk de langzittende mensen bij, bij Red Bull. En de vraag is natuurlijk hoe lang uh, uh, uiteindelijk Helmoet Marco het nog leuk gaat vinden en vol gaat houden. Ja. Yep. Toen hebben we ook een interview gezien van Helmut of Christian Horner moet ik zeggen, waarin hij zei: ja, we zagen eigenlijk al, tijdens de Grand Prix van Spanje 2023 dat wij een foute vloerupdate hebben geïntroduceerd, hebben we toen de tijd niks mee gedaan, omdat uh, ja, Max Verstappen bleef gewoon winnen. Waarom duurt het dan zo lang om, als je weet, daar komt het probleem vandaan. Om dat op te lossen? Is dat puur alleen die budgetcap of zit daar nog veel meer achter? Ja, je bedoelt. 2024 neem ik aan, hè? De Grand Prix van Spanje of... Um... 2023, ja, zei Christian ja. Horner al. Dat er toen al een foute uh, vlurend is geïntroduceerd aan de toen RB19. Ja, ik, ik, dat, dat vind ik lastig, hè? Kijk, uiteindelijk zitten wij allemaal buiten die team. Um, en je kan niet echt precies zien waar die problemen aan zitten. Maar je kan wel ongeveer gaan nagaan van uh, ja waar de... Waar de uh, de prestaties weg zijn gegaan. En ik moet eerlijk zeggen... ik denk dat die auto vorig jaar heel dominant was. Misschien moesten ze wel niet zo hard pushen... maar het kan best zijn dat ze een bepaalde filosofie zijn... aan het gaan ontwikkelen van stijfheid van de ophanging... in combinatie met die Airbo. en dat ze daar een bepaalde richting zijn ingeslagen. Maar ik denk eerder dat het probleem... Uh, dit seizoen meer is ontstaan... en veel meer naar voren is gekomen. En dat uh, Max heel lang met het probleem op die auto heeft kunnen omgaan... zoals hij eigenlijk ook in Singapore... Uh, met die auto heeft het maximale eruit gehaald. Ik geloof niet dat die auto een in, in enorme stap verbeterd is in Singapore in de afgelopen race. Maar Max kan daar op een bepaalde manier mee omgaan. En um, als andere teams dan wat laten liggen, zoals bijvoorbeeld in Singapore Ferrari. Ja, dan krijg je er nog best een goed resultaat uit. Maar dat is eigenlijk het de valse gevoel van veiligheid. Want als je echt zou moeten pushen en iedereen rijdt op zijn maximum, dan rij je P5, P6. En, en dat is iets wat zo'n team moet erkennen. En om dat dan te corrigeren, ja, dan heb je A, de mensen nodig die die kennis hebben. En B, je hebt de middelen nodig om de, uh, de oplossingen daarvoor te halen. En als je dus de mensen, hebben we al gezegd, die zijn voor een groot gedeelte, die mensen die het concept bedacht hebben, die zijn weg. Uh, dan heb je wel nog mensen over die daaronder gewerkt hebben, maar die zullen toch iets meer verantwoording moeten gaan nemen. Dat is ook een leerproces, en dat duurt uh, een bepaalde periode. En bovendien heb je de middelen om je oplossingen te testen, die zijn uh, gereduceerd, want je zit vast aan bepaalde budgetcaps, aan bepaalde tijd die je in de winter mag doorbrengen. En dat samen gecombineerd maakt het gewoon heel lastig om van concept te veranderen of een probleem op te lossen en, en nieuwe oplossingen daarvoor aan te brengen. En dat is een beetje het, uh, het punt waar Red Bull nu in zit. Daarbij komt dat er ook nog een heel menselijke kant aan het probleem zit. Als zoveel mensen weggaan, maakt dat toch zo'n hele organisatie onzeker. Iedereen begint na te denken over zijn eigen positie: moet ik ook weg, moet ik blijven? Moet ik een plekje omhoog opschuiven? Dat is allemaal onrust. En die onrust heb je op dit moment niet nodig in je team. Dan weten we, de teams of de coureurs in dit geval van Reppen moeten er mee doen. Max Verstappen heeft eigenlijk sinds race 4-5 dit jaar er echt last van. Sergio Perez natuurlijk al iets langer. Het lijkt een beetje het dubbel B-probleem te zijn. Je hebt in eerste instantie het balansprobleem. En de afgelopen periode speelt ook steeds vaker het bandenprobleem op, waarbij we eigenlijk in één zin banden horen en het woord gevoelig. De banden zijn gevoelig. Eh, nou, er zullen ook natuurlijk mensen zijn die de video kijken die wat leek zijn in de Formule 1. Wat houdt dat nou precies in als banden gevoelig zijn? Nou ja, als je bijvoorbeeld Singapore even gaat bekijken. Singapore was een circuit wat, waar je hele hoge uh, temperatuur hebt van het asfalt. En het is een circuit waar je eigenlijk nooit rustig rechtdoor kan rijden. Dus je bent continu bezig met die auto sturen, remmen, accelereren. En wat die banden nodig hebben om optimaal te, eh, te, de, de prestaties te brengen, is eigenlijk dat ze een bepaalde temperatuur bereik opereren. Ze mogen niet te warm zijn, want dan verliezen ze grip. En ze mogen niet te koud zijn, want dan verliezen ze grip. En wat je dus probeert te doen om een snelle ronde, vooral in qualifying te rijden, is dat je aan het begin van je ronde zegt van ik wil hier bijvoorbeeld, ik noem maar een huisnummer, mijn banden op 80 graden eh, temperatuur hebben. Hè, want je kan die temperaturen meten en die krijg je ook te zien op je stuurwiel. En dan ga je zo'n ronde in en iedere keer als je remt en accelereert en stuurt, gaat die bandentemperatuur iets omhoog. En iedere keer als je rechtdoor rijdt, koelen ze weer iets af. En je wil eigenlijk door die ronde heen, Nooit te warm en nooit te koud uh, uitkomen. En het specifieke probleem in Singapore is dat je zoveel draait, wendt en keert en remt, dat die temperaturen eigenlijk alleen maar hoger en hoger en hoger gaan. En dat is eigenlijk als je dus uh, bijvoorbeeld in de eerste sector van dat circuit te veel uh, remt of te veel slipt of te hard accelereert, dan is die bandentemperatuur al zoveel hoger dat je aan het eind van het rondje helemaal te hoog is en dat je geen grip meer hebt. En dat is een heel lastige opgave in Singapore. Op Andere circuits, eh, bijvoorbeeld Monza, daar kun je nou, als je een één bocht gehad hebt, kun je nog een beetje gaan kijken waar zijn mijn bandentemperaturen nu. En dan kan je even iets herstellen en dan weer opnieuw eh, aanvallen. Dat is niet makkelijk, maar dat is op die circuits iets makkelijker om te doen. Terwijl je in Singapore door die vele bochten daar nou, eigenlijk helemaal geen ruimte en tijd voor hebt. En dat maakt het lastig. Dus de gevoelige banden. Ja. De, de gevoelige banden heeft dus eigenlijk voornamelijk te maken met de temperatuur van de banden en die dus bepaalde wagens wel en niet kunnen reguleren. Ja. Heel goed. Ja, en kijk, bandentemperatuur is alles. Hè. Als bijvoorbeeld als je een, een auto hebt die in uh, de eerste run van qualifying uh, heel goed is en in de laatste run van qualifying heel slecht, dan zit er dan niet een tiende of twee tiende seconde tussen, maar bijvoorbeeld een seconde, dan is dat meestal, heeft dat te maken met bandentemperatuur. Dat je de banden niet in de juiste het uh, juiste temperatuurbereik krijgt en, en dat in die juiste temperatuurbereik krijgen, dan moet je A weten wat is die juiste temperatuurbereik, dus dat moet je eerst uh, uitvinden en dan moet je B ook zorgen dat je bij aanvang van je rondje op het juiste startpunt bent. Dus dat heeft te maken met je, hoe warm maak ik de banden in de garage, wat voor een uitlap, uitronde rij ik, hè? langzaam, hard rem ik. Probeer ik meer temperatuur op de vooras te krijgen, of meer op de achteras? Normaal gesproken, de achteras is niet het probleem, want dan heb je je motor die die aandrijft. Dus er zit altijd wel temperatuur in. Maar hoe agressief ben ik dan met mijn vooras? En dat moet je balanceren. En dan aan het begin van je qualifying-ronde moet dat op het juiste niveau zijn. Dat is eigenlijk de uitdaging eh, voor wat betreft, als mensen praten over hoe gevoelig de banden zijn. Dan gaan we het even heel inzichtelijk maken. We hebben de Grand Prix van Nederland. 13 graden, wolkje, eh, maar geen regen. Ja. Lewis Hamilton rijdt op softs. Die komt de pit in en die krijgt harde banden onder zijn uh, wagen. Maar we schaffen de bandenwarmers in de Formule 1. Schaffen we af. Wat zorgt er dan voor dat Lewis Hamilton voor een outlap gaat krijgen? Op harde, koude banden. Nou ja, kijk, sowieso als je zomaar de, de, de bandenwarmers afschaft, dan moet je ook andere banden ontwikkelen. He, want de bandenwarmers die, 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 die zorgen er eigenlijk voor, dat wat we net zeiden, dat als je banden op de juiste range zijn, en he, het juiste bereik zijn, zo gauw jij uit de pitlijn rijdt, moet je eigenlijk al een beetje op die temperatuur zijn. Dus gelijk van het begin hebben die banden dan de goede grip. Uh, als jij nu een band gaat, uh, als je zegt we halen de bandenwarmers weg, dan heb je een band nodig die door rijden op die goede temperatuur moet komen. Dat betekent dat je de eerste twee, drie, vier, misschien wel vijf ronden bezig ben met temperatuur in die band te krijgen. En soms lukt dat ook helemaal niet. Als je met een hele harde band op een koude baan gaat rijden, dan krijg je die band eigenlijk nooit in de juiste uh, werkbereik uh, en dan blijf je maar glijden. En dat is als rijden op ijs eigenlijk. Dus je kan niet zomaar de banden afschaffen, maar als je dat doet, dan zou je dus banden moeten ontwikkelen die van zichzelf, zal ik maar zeggen, snel genoeg op temperatuur komen om ook het race veilig te laten zijn. Hè? Dus. Uh, dat is, dan een, uh, dat is dan de uitdaging. Dan moeten er gewoon hele nieuwe banden komen. Um, dan blikken wij vooruit. Uh, over een uh, niet zo heel lange periode hebben we natuurlijk de Grand Prix van de Verenigde Staten. Austin, Texas. Geschiedenisgewijs weten we: Red Bull en vooral Max Verstappen gaat hier akelig goed. De ja. auto is niet heel goed, weten we ook. Maar ze focussen zich wel op de grote update. Nou, een maand geleden begon uh, uh, Helmut Marko er al over en dat heeft hij volgehouden. Deze update, dit kan toch ook een enorm groot risico worden, wetende sprintweekend, één vrije training. Ja, ja maar ja goed, kijk, Red Bull is uiteindelijk. Uh... Kijk, we zeggen wel dat ze een heleboel technische kennis verloren zijn, maar dit is ook niet weer een team wat compleet nul kennis heeft. Dus ze zullen ook best wel uh, in de loop der tijd uh, nu begrepen hebben welke richting ze op moeten ontwikkelen. En die upgrades zijn dan natuurlijk getest in de windtunnel en uh, in de simulator. Um, en uiteindelijk weten ze dat als ze niks doen, zullen ze ergens rond de P5, P6 rijden. Want dan staat waarschijnlijk uh, McLaren, Ferrari en misschien één of twee Mercedes erop. Uh, en, en veel daarachter gaan ze ook niet verliezen. Want ik zie een, een, een Aston Martin en een Williams'en niet direct inhalen. Dus het risico van een upgrade brengen die ze getest hebben en waar ze vertrouwen in hebben, is redelijk beperkt. En daarbij komt nog eens uh, dat, uh, ja, Kota uh, of uh, Austin is eigenlijk een, uh, een circuit wat hun beter ligt. Ze zullen daar ook een auto hebben die van huis uit beter is. Dus je kan daar dat risico nemen, omdat je sowieso al op een iets hoger niveau waarschijnlijk begint. Ja, en als die niet werkt dan zul je redelijk snel de beslissing moeten nemen... om te zeggen van... we gaan met die update niet verder. Maar dat het een risico is... ja, ik denk alleen dat het een risico is... waar een hele grote voordeel aan kan kleven. Dat ze weer kunnen meedoen... meer om de podiumspositie... of misschien wel om de winst. Het, het zou dan een groot updatepakket worden... Hè? En, en laten we hopen natuurlijk... voor alle Nederlandse fans... natuurlijk ook voor Max Verstappen... Hè, dat het een fantastische update is... en dat ze bij wijze van spreken... weer met uh, een ruime marge de, de race winnen... Stel, deze update waar ze zoveel vertrouwen in leggen, werkt niet. Zegt het dan ook al heel veel over misschien wel de titelkansen voor 2025. Doelend op wat daarna gaat komen. 26, nieuwe reglementen. Zal misschien het meeste geld naartoe gaan? Of is dat te, te kort door de bocht? Nee, ik denk dat dat, uh, ik denk dat, dat juist is. Hè? Kijk, als je, als je nu zegt van we hebben een nieuw. Uh, we hebben. Eigenlijk ontdekt waar het aan ligt. En we hebben een, uh, een, een oplossing gebracht. En dat zou dan de problemen moeten aanpakken. Misschien dat het niet alles oplost. Maar als die richting klopt, dan denk ik dat ze dat kan doorzetten voor 2025. De regels voor 2025 veranderen niet. Dus als je dan weer uh, in de juiste richting het juiste spoor te pakken hebt. dan denk ik dat 2025 voor Red Bull ook weer een redelijk goed seizoen zal zijn. En dan hangt het er af hoe McLaren en Ferrari zich ontwikkelen. Maar als zij nu, zal ik maar zeggen, die upgrade brengen, en die werkt totaal niet. Hè? Ferrari heeft ook een upgrade gebracht in Barcelona, waar de auto eigenlijk slechter van werd. Stel dat dat gebeurt met Red Bull, dan denk ik dat ze in 2025 een heel moeilijk jaar tegemoet gaan. Want de focus voor al hun ontwikkelingspotentieel zal veel meer liggen op 2026. Maar het jaar mogen ze beginnen met de aero-componenten testen en ontwikkelen voor die grote regelverandering in 2026. Ja, en daar moet je gelijk vanaf het begin goed erbij staan. Dus uh, 25, uh, als de auto aan het eind van dit jaar competitief is... dan zal 25 denk ik wel een goed seizoen voor Red Bull worden. Als dat niet zo is, dan wordt het een heel lastig uitdaging. Hoe kan het dan nog zo zijn... Uh, of ja, misschien is het ook wel een verklaring... want de McLaren was natuurlijk eind 2023 een oké okay auto... Ja. Maar natuurlijk niet zo dat je denkt, hij gaat meestrijden voor de titel. Maar zij hebben het dus best nog wel in eigenlijk een, een aantal races in 24 om kunnen gooien naar vrij dominant. Ja, omdat ze, dat gaat dan uh, eigenlijk over, de, heb je de juiste, juiste sporen te pakken? Heb je de juiste weg te pakken? Hè? Dus uh, ik denk wat het goede wat McLaren gedaan heeft, is eigenlijk dat ze iedere keer als ze upgrades brengen, dat die upgrades werken. Dus iedere keer... Heb je vertrouwen dat als je weer een stap in die richting zet, of dat je je team in elk geval in de juiste richting werkt? En daarmee maak je iedere keer dat je een upgrade brengt, de auto sneller. En als je naar teams kijkt, zoals uh, McLaren, sorry, uh, Mercedes en Ferrari, Ferrari heeft in Barcelona een upgrade gebracht En die maakte de auto eigenlijk moeilijker te rijden, kwamen meer problemen door. Dus dan moet dat hele team eigenlijk gaan nadenken, hebben we wel het juiste gedaan. Analyseren waar zit het, het probleem. En dan een nieuwe richting kiezen om te gaan ontwikkelen. En dat kost gewoon tijd. Dus dan loop je achter op je concurrentie. Mercedes, eigenlijk hetzelfde. Die hebben in um, Montreal een voorvleugel gebracht. waar ze enorm veel voordeel, voordeel uit haalden. Maar daarna hebben ze een beetje met hun vloer en spaar gezegd: Ik weet niet of die vloer werkt. Wel niet. En dat maakt je progressie steeds lastiger. En dat is, um, dat is eigenlijk het sterke van McLaren. Ze hebben steeds, steeds iedere keer upgrades gebracht. die altijd de auto verbeterd hebben. En dat is. Uh, ja, een heel groot compliment. En ik vind nog steeds dat een van de grootste uh, voordelen die McLaren hebben, dat zij de meest recente windtunnel hebben. En die windtunnel is gebouwd voor dit type van auto's, met die grondeffectregels. Um, en ik denk dat ze daar stiekem heel veel voordeel van hebben, omdat die tunnel gewoon heel erg uh, up-to-date is. Nu we hier eigenlijk al twintig minuten over praten, en de vorige video eigenlijk ook, is het niet eigenlijk gewoon zonde dat de reglementen over, nou ja, pak een beetje ruim een jaar weer allemaal op de schop gaan? Ja, ik vind het wel, want ik denk dat als je even heel uh, puur naar de sport kijkt, dat we zelden zo'n uh, competitieve uh, veld hebben gehad. Hè? Je hebt altijd wel gehad dat twee teams of twee rijders met elkaar strijden, maar nu hebben we eigenlijk zeven tot acht rijders die uh, afhankelijk van het circuit en afhankelijk van hoe goed de updates zijn die ze voor een bepaald weekend brengen, eigenlijk altijd meedoen voor de, voor de overwinning. En dat zit zo dicht bij elkaar dat het, uh, dat het echt heel, uh, heel spannend is. Um, kijk, die regels voor 2026 zijn eigenlijk ontworpen om nieuwe uh, fabrieken, nieuwe motorleveranciers in die sport te trekken. Hè? Dus daarom, als je even teruggaat, het ging over Audi en Porsche. Die zouden erbij komen. Uiteindelijk is Porsche niet gekomen, maar Audi wel. Maar die hadden een bepaald eisenpakket. Als jullie dit doen met de aandrijflijn, dan komen wij erbij. En ik denk dat misschien Formule 1 wel een beetje te veel toegegeven heeft aan die vragen van één zo'n nieuwe uh, uh, grote merk wat erbij komt. En daarmee te snel het, het goede van wat ze nu hebben uh, weg hebben gegeven. Maar ja, goed. Het is zo. En we gaan kijken wat uh, die nieuwe reglementen dan, uh, dan brengen. Maar dat zal de competitie in het begin, denk ik, uh, minder, uh, minder uh, ja, interessant maken. Dan... Moeten we nog even focussen natuurlijk op de twee tripleheaders die uh, aan zitten te komen? Met die allereerste race, natuurlijk de Grand Prix van Alstin. Gaan we natuurlijk naar het einde kijken? Dan worden natuurlijk Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Ben jij nog zeker van de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Of denk je dat McLaren nu zo'n groot gat geslagen hebben dat het gewoon weer een gewoon bijna recap Abu Dhabi 21 gaat worden? Nee, ik, uh, ik, ik ben nog redelijk ervan overtuigd dat Max dit gaat redden. En. en... Wat me daar een beetje eh, bij sterkt, is eigenlijk het feit dat McLaren eh, volgens mij nog niet klaar is voor het kampioenschap. Hè. Ze hebben mijn overtuiging is dat als je dit rijderskampioenschap wilt binnenhalen, dan had je veel vroeger moeten beslissen. Alle ballen op één rijder. En of dat dan Norris of Piastri is, daar kan je over discussiëren. Maar normaal gesproken zal je Norris nemen, want hij staat verder voor. Maar. Eh, die keuze hebben ze niet gemaakt. Of ze maken hem half of ze maken hem veel te laat. En wat mij dan enorm verbaast. Is dat een Andrea Steller zich enorm druk maakt. Over één punt wat Ricciardo afpakt. Met zijn snelste ronde. Die zegt hij daar dat mag <laughs> ja. niet. Maar aan de andere kant geven ze in ja, Budapest ja. en in Monza. Ja. Geven ze 6, 7, 8, 9 punten weg. Door niet intern hun resultaten te optimaliseren. Ja, dat, dat vind ik gewoon heel raar. Dus het lijkt mij eigenlijk dat McLaren een beetje te laat zich gerealiseerd heeft. We hebben hier een echte kans. Maar dan moeten we er wel vol voor gaan. Dus ik denk dat dat Max ook genoeg lucht geeft. En ik denk dat nu ook eigenlijk een beetje de echt slechte circuits voor Red Bull voorbij zijn. Singapore uh, was echt wel een uh, moeilijke. Ik denk dat ze in, in Austin beter voor de dag komen. Ja, en zolang Max maar vooraan in die top drie kan meerijden, denk ik dat hij het, uh, het toch wel uh, uit het uh, vuur gaat slepen. Ja, het was een mooiste statistiek. Je hebt er geen reet aan. Maar inderdaad, door dat ene puntje wat Danny Ricciardo afsnoepte... kan Max Verstappen nu iedere race, inclusief de sprintrace... tweede worden achter Lennon Norris. Mag Lennon Norris alle snelste rondes pakken. En dan ja. bij het vallen van de vlag in Abu Dhabi... wordt Max Verstappen nog steeds wereldkampioen met één puntje. Eh, dan pakken we nog als allerlaatste vraag even Red Bull erbij. staan natuurlijk nu tweede in het constructeurskampioenschap. Het zou volgens mij voor het eerst sinds 19... In de, in, de in de jaren 80-90 kunnen worden dat een kampioen afrijdt voor een team dat derde of lager eindigt. Zie de... jij ook nog dat Ferrari over Red Bull heen gaat bij de constructeurs? Ja, eigenlijk uh, zie ik die mogelijkheid wel. Want als er één sterk punt is wat uh, zowel McLaren en Ferrari hebben, is dat ze met twee rijders scoren. En dat is nu net het zwakke punt van, van Red Bull. En, en zelfs als die auto die Red Bull iets beter is, dan zie je toch eigenlijk dat Max daar het maximale uithaalt en dat Sergio daar mee worstelt. En zolang je maar met één auto blijft scoren, ja, dan halen die andere twee teams uh, je in, gaan je voorbij. En ik zie de mogelijkheid dat Ferrari, uh, die hebben natuurlijk ook een heel slecht weekend gehad in, in Singapore, maar als zij met het potentieel wat ze in die auto hebben gewoon blijven scoren met twee rijders, ja, dan wordt dat voor Red Bull in het constructeurskampioenschap ook nog heel lastig. Ik denk eerlijk gezegd dat Red Bull uh, of ze nou tweede of derde in constructeurs worden, dat zal hun niet zo heel veel uitmaken. Misschien is derde nog wel beter, want dan krijg je ook weer een andere ergo ja. uh, tijd uh, toedeling uh, Zolang ze maar de wereldtitel met Max binnenhalen. En uh, daar zal de volledige focus op We kunnen één ding concluderen: Het gaat uh, in ieder geval niet worden dat we de komende zes races zes keer het Wilhelmus gaan horen. Met Max Verstappen, plus 20 seconden die wint. We gaan waarschijnlijk nog meerdere coureurs krijgen. Die er vandoor gaat met de zegen. We gaan het sowieso allemaal zien. Uh, waarschijnlijk. Jij, ben jij ook weer de komende race nog ergens bij 4 play te zien, Ernst? Uh, ja, ik, ik heb het schema niet helemaal voor Maar ja, ik ga het wel heel erg volgen. En uh, ja, het wordt wel spannend. Uh, einde van het seizoen, dat sowieso. Heel goed. Wil je nou veel meer video's? Dat kan natuurlijk hier op dit kanaal Racing News 365. Dus vind je sowieso iedere maandag de podcast met onder andere Tom Coronel en Ruud Dimmers. Ieder weekend zijn we natuurlijk aanwezig op het circuit en zie je daar natuurlijk analytische video's. En na het seizoen gaan we ook nog even een bezoek brengen aan het bedrijf van Ernest, waarin die oude Formule 1-wagens weer opknapt en rijbaar maakt. Dus als je nou een klein beetje een nerd bent in de Formule 1, ja, dan is dat zeker iets om te bekijken. Nu bedankt jullie voor het kijken naar deze video. Ernest, jij ook bedankt. En nou goed, dan doen we een wild shot. Wie wint de Grand Prix van Verenigde Staten? Norris. Lender. Helemaal goed. Jullie bedankt een wild shot, Helemaal goed. Lender Norris. Nou, daar zeg ik gewoon, die update is magistraal. Max Verstappen, pakt hem. Nogmaals, dankjewel, Ernest. En we spreken elkaar vrij snel weer.